Hallo, ik ben Roan, de interviewer. Hallo, ik ben Anna, de regisseur. Hallo, ik ben Mohamed, de cameraman. En wij hebben het filmpje De Oranje Koorts. Wat doen jullie als Nederland het EK wint? Dan gaan wij een feestje bouwen. En dan beginnen we met de toeter. En wat doen jullie allemaal op dat feestje? Dan gaan we denk ik zingen Hup Holland Hup. Hallo meneer. Waarom versiert u uw huis? Nou, omdat ik dat leuk vind. Omdat ik erg meeleef met Nederland. Go. Jij mag ook wel toeteren. Je mag ook toeteren. Hij staat nog aan. Oh. Wie vindt u het beste van het Nederlands elftal? Nou, duidelijk Stekelenburg natuurlijk, want die houdt alle ballen en die zorgt ervoor dat we niet verliezen. En dan komen we zo naar de finale. Bent u ook voor Nederland op het EK? Ja, ik ben wel voor Nederland, maar ik ben niet zo'n heel erg fanatieke kijker. Heeft u wel eens gewoon gekeken naar de wedstrijd in het echt? Ja, dat wel. Nee, niet in het echt in een stadion, dat niet. Maar gewoon een wedstrijd op tv heb ik wel eens gezien. Oké. Hoe hoog is de oranje koorts bij jullie? Nou, nu nog niet zo hoog. Maar als ze gaan beginnen, dan wordt het denk ik wel heel hoog. En bij jou? Nou, nee, ik denk ook wel heel hoog. Dit was Wolken TV. Van Kijk Mijn Wijk, Oranje Koorts. En de koorts is hier wel heel groot.